Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes, nummer 1421, met een uitzending voor vandaag, 27 september 2018. Dit is het bulletin van donderdag. Ik heb je data vandaag. Je kunt deze data overigens ontvangen met het programma FL Digi. Formaat van de data is weer 8 PSK 1000 bij 1800 Hz, net als de afgelopen dagen. 8 PSK 1000 bij 1800 Hz. Dat is wel een verandering. Het lijkt erop alsof 8 PSK uit de meest recente versie van FL Digi een stuk sneller werkt. Die nieuwe versie heb ik hier gebruikt. Ik ben benieuwd of dat nog compatible is met de oudere versies. Ik leg nog maar een keer voor de zekerheid uit. De Daily Minutes gaan vanaf maandag alleen verder via internet. Na ruim 4 jaar komt er een einde aan de uitzending op de repeater PI2NOS. De stap geeft mij de ruimte om wat uitgebreider onderwerpkeuze te kiezen en ook om een paar plannen te verwezenlijken die via de repeater nou eenmaal niet mogelijk zijn. De Daily Minutes zijn vanaf maandag op meerdere plekken op internet te beluisteren. De belangrijkste twee daarvan zijn de link DMR-LI, dat is een website DMR. Zoals de modulatiesoort en dan de letters Lima India, dmr.li. De tweede mogelijkheid is via YouTube, youtube.com/pa0ete. Verder is er nog de podcast en pa0ete.nl. Op die laatste pagina kun je deze informatie in wat uitgebreide vorm ook nog teruglezen. Inmelden kan ook nog steeds via de repeater PI3XTV in de ether. Nou, dat zal niet op grote afstand gaan. Of via Echolink. En daarnaast via IRC, dat is een chatmogelijkheid. Of Mattermost. Op het chatkanaal van de Daily Minutes is dat. En via de nieuwe social media website wokka.be. W-O-K-K-A.be. Ook die info vind je terug op pa0ete.nl. Vandaag heb ik een uitzending met 2 herhalingen, 2 afleveringen uit de serie over antennes. In deel 17 gaan we in op wat praktische zaken rond het zenden op zo'n kleine magnetische loop. Een praktisch probleem bij zo'n antenne is bijvoorbeeld dat er bij zenden een zeer grote stroom door die kleine antenne loopt. En dat daarnaast ook een zeer hoge spanning op de condensator die de antenne afstemt komt te staan. Bij slechts enkele watts vermogen staan er ook kilovolts op de condensator. De eisen aan deze condensator zijn hierdoor nogal hoog, omdat er naast die hoge doorslagspanning ook nog een minimum aan dielektrische verliezen in de condensator nodig is. Hierdoor worden ofwel luchtcondensatoren gebruikt met een redelijk grote paraatafstand of vacuümcondensatoren. Beide condensatortypen zijn niet bepaald goedkoop, tenzij je zo'n luchtcondensator zelf maakt. Een veelgebruikte methode om de coaxkabel op de kleine magnetische loop aan te sluiten is om de coax niet op de loop zelf te koppelen, maar wel op een kleinere loop. De impedantie van de loop is namelijk laag, veel lager dan van de coaxkabel. De kleine lus met de coaxraam wordt inductief aan de antenne zelf gekoppeld. Door de afmetingen vormt de koppeling zo een transformatie van de impedantie van de coax naar die van de antenne zelf. Afmetingen van deze kleinere aanpaslus die zijn typisch een 1/5 tot 1/8 van de afmeting van de antenne zelf. Behalve om thuis te ontvangen of te zenden en ontvangen, of professioneel voor mobiele NVIS toepassingen, worden magnetische loopantennes ook gebruikt om op de korte golfbanden bijvoorbeeld 80 meter te peilen. Zo'n antenne heeft een scherp nulpunt, of eigenlijk 2 nulpunten, en daar kun je uitstekend bijvoorbeeld een kruispeiling mee doen. Probleem is wel dat dat nulpunt in 2 richtingen dus zit, maar door kort een extra spriet, een zogenaamde sensantenne, bij te schakelen, kun je het stralingsdiagram van de loopantenne tijdelijk een minder scherpe hartvorm geven, waarmee je vast kunt stellen uit welk van de 2 richtingen het signaal afkomstig is. In deel 18 van de serie over antennes laten we de magnetische loop achter ons. We gaan nu verder in op hoe de tegenwoordige storing, meest afkomstig van slechte televisies en voedingen, ledlampen en PLC, hoe die storing kan worden tegengegaan. Een van die methodes is inmiddels met de loopantenne al beschreven. Een tweede mogelijkheid is om de antenne daar te plaatsen waar de storing minder of afwezig is. De meest luxe variant is er eentje die sinds enige tijd is toegestaan. Plaats je hele amateurstation op een storingvrije plek en bedien alles op afstand. Dat kan ook op tijdelijke basis. Wereldwijd zijn er inmiddels meerdere locaties, soms de X-locaties te huur voor een weekend of een dag. En die locaties kun je dus op afstand bedienen, je hoeft er niet naartoe. Uiteraard kun je ook de web-SDR gebruiken, eventueel ook als ontvanger bij je QSO's. Dat is mij meerdere keren aangeraden. Het leukste voor mij is echter toch als de apparatuur hier gewoon bij me staat en de verbinding niet via internet loopt. Ook dan kun je de antennes elders plaatsen natuurlijk. Ik heb dat in het begin van deze serie ook al een keer aangestipt. Je kunt de antenne ver genoeg wegplaatsen om de storing niet meer te horen. Maar soms is het ook mogelijk om de antenne voor de storing afgeschermd te plaatsen. Bijvoorbeeld door zelf een afscherming aan te leggen. Of door de antennes indien aanwezig achter een metalen object te plaatsen. Zoals ik ook al eerder vertelde, het mooiste is als de antenne voldoende weggeplaatst kan worden. En dat de grootste afstand hem in de hoogte van de antenne zit.
Ik heb hier een uitschuifbare glasfibermast die tot een meter of 14 boven de nok van het dak uitgeschoven kan worden. In zijn algemeenheid zijn nagenoeg alle storingen vanuit de woningen beneden bij mij verdwenen bij een hoogte van meer dan 7 meter boven het dak. Waar ik zelf mee wil experimenteren is om in die mast bijvoorbeeld 10 meter boven het dak een mini-wip antennetje te plaatsen. Misschien met nog wat extra afscherming daaronder. De wereldwijd vermaarde mini-wip is een uitvinding van de Nederlandse amateur PNL RDT. Het ontvangstantennetje werkt vanaf praktisch 0 kHz over alle amateurbanden tot aan 20 of 30 MHz. En het antennetje is slechts zo groot als een balpen. Voor wie het niet gelooft hoe goed zo'n klein antennetje werkt, de WEP SDR in Twente werkt op alle banden met een mini-wip. De mini-wip gaat uit van een eenvoudig en doeltreffend principe dat we al eerder hebben aangetroffen. Natuurlijk ontvangt zo'n klein antennetje niet even goed als een grote antenne. Het aardige is echter, doordat het antennetje de signalen minder goed ontvangt, ontvangt hij ook de achtergrondruis minder goed. Tot aan een bepaalde grens blijft de signaal-ruisverhouding dus echter wel even groot. Als de afstand in sterkte tussen de signalen en de ruis door het kleiner maken van het antennetje niet kleiner wordt, dan kun je dus dat geheel met een geschikte versterker weer zonder grote nadelen optillen tot een niveau van een grote antenne. En dan maakt het dus niks uit. Door het signaal eventueel nog een beetje sterker te maken, is het signaal dat zo via de coaxkabel naar beneden gaat ook nog eens sterker dan alle stoorsignalen die daar onderweg op in zouden kunnen werken. Net voor de ontvanger plaats je bij die extra grote signaalsterkte weer een verzwakker om het signaal op het normale niveau te brengen. En dan heb je het signaal in de check zonder de aanwezige storing. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De Daily Minutes komt tot stand mede dankzij de stichting Scope Hobbyfonds. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. Let op, er is een nieuwe URL waarop je de Daily Minutes kunt beluisteren. Dat is dmr.li. Net als de modulatiesoort DMR en dan .lima India. dmr.li. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. En microfoon naar retour.